Hoe zijn je dan in een burn-out terechtgekomen? Is dat dan iets gebeurd in je carrière of zo? Dat je lichaam signaal gaf, maar dat je daar niet naartoe luisterde en dat op een bepaalde dag het licht uitging? Ja, ik denk, het eerste signaal was al het feit dat ik veranderd ben van Ernst & Young naar De Leyzen. Dat was eigenlijk heel op hetzelfde moment dat ik die bewustzijnstrainingen had gevolgd. Hè, waar ik echt wel ben gaan zoeken naar wie ben ik en wat wil ik. En toen wist ik eigenlijk al van, ja, ik moet helemaal iets anders gaan doen. Ik moet met mensen gaan werken. Maar op die moment was dat nog zodanig frightening, hè? Echt zo van, ja, hoe ga ik dat in godsnaam doen? Maar ik was al lang niet meer tevreden in mijn job bij Ernst & Young. En daar waren veel redenen voor. Ook omdat het niet meer mij voldoening gaf of zingeving gaf, maar ook omdat de regelgeving zo streng wordt. En ik ben altijd zo iemand geweest, gezond boerenverstand. Hè? Ik haat 100.000 regels. En ik had toen een aanbod gekregen om bij De Leyzen te gaan werken. Ik had zoiets van, oké, weet je, ik ga gewoon de omgeving veranderen. Maar natuurlijk, wat je doet, is je verandert je context, maar je verandert de core niet. Dus ik ben eigenlijk van het een en het ander. En ergens wist ik dat wel, van, ja, dit gaat het ook niet zijn. Maar bij De Leyzen, toen ik met de CFO ging spreken tijdens mijn sollicitatiegesprek, waren die bezig met een traject om hun cultuur te veranderen en om mensen ook bewuster te maken. En dus ook meer mensen naar creatie te brengen in plaats van reactief gedrag. En allee, zo iets helemaal in lijn met wat ik achter stond. En ik ging daar trainer ook in kunnen worden, als onderdeel Durken. van mijn job. En dat was voor mij wel zo, oké, een goede middenweg van, oké, ik heb nog een beetje mijn zekerheid, maar ik ga wel wat meer naar dat coachende gaan en die trainingen geven. En ik heb dan gans dat traject gedaan. En dan net voordat we onze eerste trainingen wilden beginnen geven, trok de nieuwe CEO, want we hadden toen een wissel gehad van het leiderschap. En die had er dan eigenlijk de stekker uitgetrokken. Die wou dat dan op een andere manier gaan doen, maar ik heb het daarna niet meer zien gebeuren. En dat was voor mij wel een doodsteek geweest. Ja. En dan heb ik letterlijk in groep gebleid. Als enigste. En ja, onze HR-manager die kijkt ook zo naar mij van, allee, ik had zoiets van, maar allee, dat lag mij zo nauw aan het hart Ja. om mensen bewuster te maken, in hun denken, in hun voelen. En dan trokken ze daar een sticker uit. Dat was voor mij, ja. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Dag Ellen. Dag Peter. Hoe is het? Goed, goed. Zijn die aan het smelten? Nee, eigenlijk niet. Wij hebben de slimme investering gedaan in Ergo in mei. We hebben een paar jaar na elkaar gesmolten en toen dachten we, nee, dat is het niet. En wij zitten ook zonder tak in de slaapkamers, dus dat is gewoon niet te houden. Dus nee, wij hebben een verkoeling en we zijn daar heel blij mee. Ja. Alright, alright. Nu, wat zijn we er nu? Augustus 2020. Ja. Wat een waarschijnlijk iedereen al gedacht om uit de coronaperiode te zijn en lang weer zogenaamd het normale leven aan te vatten. Jij hebt zelf 3 kinderen. De coronaperiode, ja, ik denk dat dat redelijk logisch is dat dat heel challenging geweest is. Want wat ik eigenlijk als eerste vraag wil over hebben, ik heb daarnet op je LinkedIn-pagina gekeken en ik dacht dat je eigenlijk al langer coach was, maar als ik dat goed voor heb, ben je eigenlijk midden in de coronaperiode veranderd, de sprong gewaagd naar eigenlijk zelfstandig, of zie ik je dat verkeerd? Nee, nee, nee. Ik was wel al langer op weg naar die zelfstandigheid. En ik heb eigenlijk mijn zaak eigenlijk al opgestart eind 2018. Dus dan wist ik echt wel al dat ik in coaching ging gaan. Na een burn-out. Allee, ik zat toen volop in een burn-out in mijn financiële managementjob. Want ik was daar al een tijdje aan het struggelen van, is dit het nu? Wat haal ik hier nu uit? Wat zet ik hier nu in godsnaam in de wereld in deze job? Ik liep altijd maar meer en meer tegen muren aan. En ik had in 2016 al bewustzijnstrainingen gevolgd, omdat ik echt in de knoop zat met mezelf.
heel wat problemen privé ook. En ik ben toen echt zo naar mezelf beginnen kijken van wie ben ik, wat wil ik nu eigenlijk. En toen had ik wel al ontdekt van ja, ik wil ook mensen gaan helpen. Ik ben nu naar mezelf gaan kijken en ik merk hoeveel evolutie dat ik gemaakt heb. En mensen moeten dit weten. Mensen moeten dit... Ja. Ik wil mensen daarbij helpen, ook om bewuster te worden, om zichzelf beter te leren kennen, maar ook weten dat ze zichzelf kunnen veranderen. Ik dacht, ja, ik moet in coaching gaan. Dus ik heb dan ook direct een coachingopleiding gevolgd toen. Maar ja, om die transitie te maken van finance naar iets totaal anders en alles op te geven wat je daar hebt opgebouwd, daar heb ik wel echt mee gestruggeld. En in 2018 ben ik dan in burn-out gegaan en toen heb ik tijdens mijn burn-out wel de eerste stappen gezet van kom, we gaan echt wel beginnen met een btw-nummer aan te vragen en stappen te zetten en een programma in de markt te zetten, in de wereld te zetten. En dat is heel geleidelijk aangegaan, want ik was toen ook toevallig zwanger van mijn derde zoon tijdens mijn burn-out. En dus dat was emotioneel wel heel heftig, omdat en die career switch en dan nog eens zwanger met emotionele problemen van dien. Om daar door te gaan. Ik had zoiets van, kom, het is nu of nooit. En dan in 2019, eigenlijk nadat ik bevallen ben, en toen dat mijn zoon naar de crèche begon te gaan, ben ik echt wel, dus in september vorig jaar eigenlijk gestart. Maar ja, begin maar, hè, met te gaan profileren, je visibiliteit te gaan optrekken. Dus ik ben dan ook zelf eerst met businesscoaches aan de slag gegaan. Van, ja, hoe moet ik dat in godsnaam hier gaan aanpakken? Dus ik was nog niet zo heel visibel in het begin. Hè. Dat is eigenlijk meer gekomen eind 2019, begin 2020. Ben ik zo echt wel online, denk ik, wat meer beginnen in de picture komen, ja. En dan ook met een programma naar voren te komen en een workshop naar voren te komen. Maar dat was inderdaad eigenlijk vlak voor corona. Dus ik heb dan wel echt een heel aantal klanten kunnen opstarten en begeleiden die ook tijdens corona verder zijn gelopen. Maar natuurlijk, ja, inderdaad, het had al veel meer moeten door de lucht schieten, maar het is inderdaad ook met corona wel terug een beetje... Maar ik terugkeer naar die burn-out. Je bent eigenlijk van opleiding, hoe is dat te zeggen? Licentiaat handelswetenschappen heb ik gedaan. Dus boekhouding, fiscaliteit. Ja. Met dat specifiek inderdaad, die accounting. Dat is dan typisch dat je zo naar de Big Four, de Deloitte, de PwC's en dergelijke meer gaat. Ja, ik heb 13 jaar eerst bij EY gewerkt en dan een paar jaar bij de Leize. Die 13 jaar, of zelfs met de lijsten erbij, dat zijn echt wel corporate, hè? De gouden kooi. Heb je dan nooit gevoeld dat eigenlijk niet de reden was waarom dat je hier op aarde bent gezet? Nee, eigenlijk niet. En ik denk die eerste gemakkelijk 10 jaar heb ik dat echt wel leuk gevonden. Hè? Ik was echt wel... Wiskunde lag mij, boekhouden lag mij. Dat waren mijn talenten. Ik kon dat goed op school. En het is zo typisch, als je op de schoolbanken zit, iets waar je goed in bent, dan heb je zoiets van, ja, dat is het dan. Hè? Ja, ja. En ik analyseren en zo, ik vond het altijd leuk. Ik ga graven en gaan zoeken, waar zitten de fouten? En dat is eigenlijk heel grappig, want uiteindelijk doe ik vandaag... beetje, dat zit in diezelfde stroom. Ik ga ook bij mensen gaan zoeken en gaan graven en analyseren. Dus dat zit wel een beetje in dat ze alleen zijn, geen nummertjes meer. Maar ja, het is na 10 jaar, nadat de kinderen er kwamen. Ik weet het niet, ja. Hè, ze zeggen ook vaak, als je al je boxjes hebt afgevinkt, heb je huis, heb je een auto, heb je carrière, heb je kinderen. En dan is van, ja, en wat is er nu nog? Ah ja, gewoon datzelfde doen voor de komende 20 jaar. Ja, maar wat heb ik daar nu nog aan? Want ja, ik heb nu alles en... Ja, dan kwam ik echt zo op het moment van, nee, dit geeft me geen voldoening meer. En ook, en dat is de corporate world, hoe hoger dat je gaat, ja, je komt op van die posities waar ja, het niet altijd, kom, we gaan allemaal samen hier eens de firma vooruit helpen. Er zit ook toch wel wat egoïsme op die niveaus. En ik kom er alsmaar moeilijker mee om, omdat ik zo nogal het idee heb van, we zijn samen... Werken we voor een firma en we gaan voor het corporate goal of whatever. En we gaan er samen voor. En als dat dan zo wat individualistisch wordt en van
ik heb mijn postje en jij hebt dat van u, dan voel ik mij daar ook niet meer goed in. En dat zijn zo'n paar zaken die zijn beginnen spelen. Maar allee, want ik zeg ook vaak tegen mensen, hè, je hebt daar ook een evolutie in. Hè. Je kunt 10 jaar lang iets heel graag doen, en maar dat kan opgeraken. Hè. Ja. Ik heb dat 10 jaar lang gedaan, ik heb het allemaal gezien, maar op een bepaald moment dat ik zoiets van, ja, nee. Nee, inderdaad. Je begint nu die levensvragen te stellen. En hoe jong was je toen dat je die levensvraag stelde? Was dat typisch rond de 3, 34, 35? Ik denk dat wel. Dat typisch voor... Misschien dat er mensen zijn die dat vroeger hebben, hè, maar ik had dat toen. Bij mij was dat ook zo op die leeftijd. Ja, je weet het. Inderdaad, je begint... Weet je, als je jonger bent ook, heb je zo nog die carrière ladder. Bij Ernst & Young was dat ook. Ah ja, en junior, en senior, en manager. Ja, ja. En dan kom je zo op die hoogste schavotjes. En dan denk je, ja, oké, ja, kan ik nu nog een paar dingetjes naar omhoog? Maar wil ik dat eigenlijk wel? Wil ik hier vernoot zijn van die firma? En ook zo allemaal, een beetje... Sorry dat ik het zeg aan jezelf denk. En dat is niet in alle corporates. Ik ben er... Allee, hè, maar daar was het toch wel ook wel zo'n beetje van... Oké, ja, hè. Niet allemaal, we zitten samen en we houden rekening mee erin. Ik ben een enorme people person. Hè. Ik geef om de mensen en om work-life. En als dat dan niet zo gerespecteerd wordt, dan... En vind je dat we daarmee opgekweekt worden om eigenlijk altijd dat hoogste niveau te gaan? Want ik kwam... Allee, ik ken ongeveer hetzelfde dan als jij. En ik kwam letterlijk... De eerste dag dat ik werkte, was dat echt letterlijk om het allerhoogste te behalen. Zo snel mogelijk als het kan. Ja. En dat was dan voor mij, ik denk dat ik dat door gelukkig ga zijn. Dat was, zo dacht ik toen. Terwijl ik heb dat nooit bewust bij stilgestaan. Het is pas later dat die realisatie komt van dit is het vooral niet. Dat is een beetje ook hoe dat, soms het onderwijs, universiteit en dan doorgroeien naar die bedrijven, hoe dat ook echt wel zit opgebouwd. Hè. Ik ben eigenlijk van mijn schoolbanken, ik zat in het laatste jaar, ik had ook nog maar juist gestart en ik had mijn contract al weer een stel. Joepie. En dan kom je daar en dan krijg je gans je carrièrepad en na 2 jaar krijg je die promotie, en na 3 jaar, als je goed je best doet. En je denkt dan zo van, is goed, want dat is toch goed, hè. Meer geld verdienen en een betere auto. En je zit met 100 man, hè, we werden met 100 man aangenomen, met een Haanse peergroep die allemaal ervoor gaat. Dus je staat daar niet bij stil, je gaat gewoon mee. Je bent blij dat je elk jaar die promotie krijgt. En ja, hoe beter. En je leert ook wel bij. Ik heb ontzettend veel bijgeleerd, hè. Ook enorm veel soft skills. Ik heb daar heel veel kunnen doen, hè. Ook andere, als senior begeleiden dan andere mensen, geleerd coachen, geleerd wel ontzettend veel, maar dat is echt zo'n stroom waar je in meegaat. En ik heb eigenlijk ooit echt stilgestaan van, wil ik dit nu echt wel? Ik dacht van wel, ik had zoiets van, wat ga ik anders doen? Je hebt ook zo weinig zicht op, wat kan ik eigenlijk allemaal doen met die diploma? Ben ik blij dat ik een job heb en ik zit hier in een grote machine en voilà, je gaat, hè. Dan besef je nog niet dat alles wat je achter de ik ben zit, dat je dat zelf kan invullen. Je denkt dan gewoon, ik heb dat gestudeerd, dus ik ga iets doen daarin, de business. Hè. En alle andere dingen, zoals ik bijvoorbeeld muzikant worden, dat kan niet. Ik bedoel, je moet een deftige job doen en dat is... Ja. Hè, Nu, hoe ben je dan in een burn-out terechtgekomen? Is dat dan iets gebeurd in je carrière of zo, dat je aan je lichaam signaal gaf, maar dat je daar niet naartoe luisterde en dat op een bepaalde dag het licht uitging? Ja, ik denk, het eerste signaal was al het feit dat ik veranderd ben van Ernst & Young naar De Leijzen. Dat was eigenlijk heel op hetzelfde moment dat ik die bewustzijnstrainingen had gevolgd. Hè, waar ik echt wel ben gaan zoeken naar wie ben ik en wat wil ik. En toen wist ik eigenlijk al van, ik moet helemaal iets anders gaan doen. Ik moet met mensen gaan werken. Maar op die moment was dat nog zodanig frightening. Hè? Echt zo van, hoe ga ik dat in godsnaam doen? Maar ik was al lang niet meer tevreden in mijn job bij Ernst & Young. Daar waren veel redenen voor. Ook omdat het niet meer mij voldoening gaf of zingeving gaf. Maar ook omdat de regelgeving zo streng wordt. En ik ben altijd zo iemand geweest. Gezond boerenverstand. Hè? Ik haat 100.000 regels. En ik had toen een aanbod gekregen om bij De Leijzen te gaan werken. Ik had zoiets van, weet je, ik ga gewoon de omgeving veranderen. Maar natuurlijk, wat je doet, is je verandert je context, maar je verandert de core niet. Dus ik ben eigenlijk van het een en het ander... En ergens wist ik dat wel, van, dit gaat het ook niet zijn. Maar bij De Leijzen
toen ik met de CFO ging spreken tijdens mijn sollicitatiegesprek, waren die bezig met een traject om hun cultuur te veranderen en om mensen ook bewuster te maken. En dus ook meer mensen naar creatie te brengen in plaats van reactief gedrag. En allee, zo iets helemaal in lijn met wat ik achter stond. En ik ging daar trainer ook in kunnen worden, als onderdeel van mijn job. En dat was voor mij wel zo, een goede middenweg van, ik heb nog een beetje mijn zekerheid, maar ik ga wel wat meer naar dat coachende gaan en die trainingen geven. En ik heb dan gans dat traject gedaan. En dan net voordat we onze eerste trainingen wilden beginnen geven, trok de nieuwe CEO, want we hadden toen een wissel gehad van het leiderschap. En die had er dan eigenlijk de stekker uitgetrokken. Die wou dat dan op een andere manier gaan doen, maar ik heb het daarna niet meer zien gebeuren. En dat was voor mij wel een doodsteek geweest. Ja. En dan heb ik letterlijk in groep gebleid. Als enigste. En ja, onze HR-manager kijkt ook zo naar mij van, ik had zoiets van, maar allee, dat lag mij zo nou aan het hart. Ja. Om mensen bewuster te maken, in hun denken, in hun voelen. En dan trokken ze daar een sticker uit. Dat was voor mij, nu, ondertussen, zoveel jaren later, zou ik echt wel gereageerd hebben. Zou ik echt wel op deuren geklopt hebben om het toch te... Gedant klein, hè? Ik heb het toen over mij laten gaan, eigenlijk. Ik heb dat laten gaan. Ik heb dat ondergaan. Ik was toen eigenlijk nog niet sterk genoeg om daar echt zo te zeggen van, mannen, dit is echt nodig. Het is echt nodig. Maar ja. En dat is, er is ook een herstructurering geweest. Ja, en ja. Mensen zijn uit mijn team weggevallen. Dus ik ben ook onder druk komen te staan in die rol. En als je dan eigenlijk er al geen energie meer uithaalt, ja, dan gaat het onderuit. Hè. Dus effectief, mijn lichaam zei, stop. Party is over. Ja. Dus, nu, ja. Die bewustzijnstraining, is dat die training van Nathalie Willems? Ja. Saartje van den Driessen was daar langs ook over bezig. Hoe ben je dat leren kennen? Want alleen bewustzijn en bewustzijnstraining en consciousness, dat zijn al termen, hoe zou ik het zeggen? Oftewel wordt dat beschouwd als La La Land zo wollig, oftewel is dat zo van, wat is dat voor iets? Hoe ben je daarmee in contact gekomen? Wel, Nathalie Willems is bevriend met een van mijn beste vriendinnen. En ik dacht op die moment, als mijn beste vriendin haar Master 1 training, die nu bewust leven noemt, zij had die al gevolgd. Mm-hmm. En ik zat toen enorm in de knoop met mezelf. Ik was op die moment wel al gescheiden van mijn ex-partner, maar ik was echt pedalen kwijt. Ik had nog nooit alleen geweest, nog nooit voor mezelf beslissingen moeten nemen, bij wijze van spreken. En ik was echt... Ik wist van geen oud pijlen maken. En zij zei toen van, ga naar die training, ga die volgen. Dat gaat alles veranderen. En ik word er nog emotioneel van. Ik ben daar dan naartoe gegaan van denken, baat het niet, anders gaat het niet. Met veel angst. Met nog een vriendin die meeging. En dat was fantastisch. Ik ben na 4 dagen naar huis gereden. En ik zat te wenen in mijn auto. En ik kwam thuis. Ik was toen wel al samen met mijn nieuwe partner nog niet zo lang. En die kwam binnen en die zei, eindelijk, daar ben je. Dus omdat ik keek zelfs niemand in de ogen. Hè. Ik had zodanig een masker op, verdediging. Niemand mag mij zien. Oh, wat ben ik voor een trut. En ik kwam binnen en dat was allemaal weg. En toen zei hij echt van, daar zijt je. De echte jij. Ik dacht, ja. Allee, jong. Ja, een bewustzijn. Ik zat in je cursus. Ik hing aan die mensen hun lippen en dat was gewoon van... Fuck. Wat was er zo het eerste? Een eye-opener voor jou? Gewoon van jij als persoon, hoe dat jij geworden bent, wie dat jij geworden bent. En dat je dat voor heel veel procent... niet in de hand hebt gehad. Hè. Je bent een product van je ervaringen, van wat dat mensen tegen je gezegd hebben. Als kind, hoe dat jij emotioneel op momenten zaken binnenneemt, verkeerd interpreteert, jezelf als de oorzaak ziet en jij neemt allemaal overtuigingen aan, hè, zoals ik Nina Juin, allemaal van die schillen, en jij neemt dat mee. En dan denk jij, ik ben niet zeker genoeg, ik kan niet spreken voor een groep, ik ben daar niet goed in en daar niet goed in.
Ja, jawel, maar je hebt een paar keer een gewoon lastige ervaring gehad. Hè? En om die en die reden. Maar we nemen zodanig direct aan van... Ah ja, nee, dat kan ik niet. Hè? Je wordt van die mooie ster dat je bent, worden zo in een boxje gestoken. En ik begon echt zo patronen te zien. Hè? Ook in mezelf, van mijn moeder, van mijn vader. Zaken en ook opinies, hè, over zaken die ik gewoon heb overgenomen. Zonder te denken van... Ja, maar wat denk ik daar nu eigenlijk van? Ja. Ik heb dat eigenlijk gewoon overgenomen, want ik heb gewoon nooit niet anders gezien. En heeft dat dan eigenlijk een impact gehad op je sociale kring, zoals vrienden en dergelijke meer? Vriendinnen die door de jaren heen daardoor eigenlijk verwaterd zijn of afstand genomen zijn, omdat die daar een stuk, ja, die zijn aan bijgedragen hebben, maar dat je, ja, sowieso met de scheiding is dat sowieso al een serieuze opkeuze in de vriendenkring. Maar is want misschien met hetgeen wat hij nu doet, dat ze zei, ja, en wat voor een toestand zijn we in bezig, jongen? Toen ja, dat je vroeger mee zo finance was, je waarschijnlijk ietsje, kan niet meer zeggen, harder, maar het was toch meer dat analytische en minder dat voelen. Het was meer hoofd. Ja, ja, ja. Dat typisch, nee, hoofd is. Absoluut. Nee, ik heb het geluk dat in mijn vriendenkring, en zeker mijn dichte vriendenkring, dus sowieso die vriendin die mij geïntroduceerd heeft in CC, Creative Consciousness, en dan degene die is meegegaan, die zijn daar sowieso ook mee bezig. Dus daar had ik al sowieso een partner in die mij sowieso verstonden. En dan mijn andere vriendinnen ook zijn daar wel een stuk op meegegaan. Zo. Maar soms als je daar aan het praten over bewustzijn, dan denk je dat je in een of andere secte zit. Maar nee, die hebben daar wel altijd voor opengestaan. Dus in dat aspect is mijn vriendenkring niet echt veranderd. Maar je merkt wel dat je natuurlijk andere verwachtingen hebt soms ten opzichte van gesprekken. En ja, je gaat dieper. Soms minder over de koetjes en de kalfjes praten of zinnen hebben. En je gaat vaak liever naar de diepte gaan. Diepte, en je merkt wel dat die relaties wel veranderen op dat vlak. Ja. Ja, okay. Maar sowieso ook, je wordt ook kritischer ook, inderdaad, over de mensen die in je cirkel zitten en die rondom je staan, van, ja, draagt dit nog bij, of doet dit net afbreuk, hè? Is dit iemand die past bij mij, bij degene die ik wil zijn, en wat ik in de wereld wil zetten, hè? En kan je het dan nu eigenlijk zeggen, dat je nu eigenlijk volledig uit je hart leeft? Ik zou zeggen, voor pakt 85%. Ik denk dat er nog altijd, en dat is misschien ook nog een stukje meer het spirituele, dat ik ook wel enorm voor opensta. Hè? En dat durf ik soms nog niet genoeg verwoorden of vooruitkomen. Soms uit een schrik van, ja, wat gaan mensen zeggen? Zeg, koekoek. Maar bon, vorig jaar dacht ik dat ook, hè, als ik over mindset ging beginnen. En nu ondertussen heb je daar al geen probleem mee. Dat is een proces. Van alsmaar dichter en dichter en meer te durven vanuit je hart en wat dat jij echt voor staat, om er te durven vooruitkomen. Ja. En het accepteren dat als mensen, bepaalde mensen, daar geen boodschap aan hebben. En wel, ja, oké, okay, dan lees het niet. Of feel free to go, maar gewoon, dit is wie dat ik ben en waar ik voor sta. Maar dat is... Dat bouwt dat op. Ja, bij mij was dat ook zo. Ja. Ik ging tot een jaar geleden nooit vertellen dat ik mediteer. Terwijl nu, ik heb net een podcast gelanceerd van meditatie. En nu is dat zo. Nu is dat de normal thing. Ik bedoel, is dat... Ik denk ook dat door corona komt, omdat... Ja, je hebt sowieso minder contact met mensen. Dus wat je dan in de wereld zet, boeit het ook niet meer. Ja, ik weet het niet wat dat komt. Nu... Ja, nee. En ik heb ook die struggle gehad, vooral omdat ik ook heel hard met autosuggestie, visualisatie en affirmatietechnieken bezig ben. En dan ook nu eens voor een stuk naar hypnose gaan. Dat zijn ook allemaal zo begrippen waar ik ook in het begin weigerachtig tegenover stond. Dus als ik er weigerachtig tegenover sta, weet ik dat veel anderen er weigerachtig tegenover staan. En het is langs de ene kant ook niet mijn ambitie om de wereld te gaan overtuigen van dit moet je echt gaan doen. Ik heb zoiets van stop daarmee, Ellen. Dat is niet wat je per se moet doen. Maar de mensen die er voor openstaan, die gaan daar gewoon mee aan de slag. En plus die gaan ook wel... way zullen er misschien wel mensen zoiets hebben. Tja, hoe is dat? En sowieso ga je ook mensen aantrekken, hè? Absoluut. En dat is, ik bedoel... Je trekt inderdaad een doelgroep aan die bij je past en die matchen. Ja. Dus, En die, toen je in een burn-out zat, was dat dan voor jou duidelijk van ik wil. Ben je wakker geworden op een keer of is er zo'n visioen dat bij je binnenkomt als word zelfstandig?
beetje wel helpt. Want ik dacht dat je nu vooral met vrouwen bezig was, hè? Dat dat vooral vrouwen is dat je helpt. Hè, nu? Want ik verleden jaar was dat redelijk algemeen, meen ik me te herinneren. En sinds recent, sinds kort, is dat eigenlijk... Ja, dat is gewoon, voelt dat ook wat aan. Ik trek ook gewoon gemakkelijk vrouwen aan en ik werk ook gewoon... Dat is niet echt... Allee, dat is niet dat ik met mannen niet zou werken, hè, maar ik merk dat vrouwen er gewoon veel makkelijker voor openstaan. Ja. Er ook veel makkelijker over praten en voor te vinden zijn. Maar allee, dat is niet van... dat ik absoluut niet met mannen zou werken, maar ja, het is gewoon makkelijker om mijn ideale klant te zien als iemand wie dat ik was. Hè? Want dat is de persoon die ik het beste snap. Hè? Iemand zoals ik, die struggelt in haar 30er jaar van... Is dit het nu? En dit is het niet. Ik voel dat het gewoon niet klopt. Maar ik weet niet wat of hoe en hoe dat ik vooruit moet. En ik loop tegen mezelf aan. Gebrek aan zelfvertrouwen, hè? Laag zelfbeeld. Want daar heb ik ook heel hard tegenaan gelopen. Ja. En je zat dan in die burn-out. Hoe ben je dan coach geworden? Hoe is dat proces gegaan? Ja, ik wist gewoon... Dat was met die bewustzijnstraining ook. Dus ik heb 2 keer 4 dagen een sessie gevolgd om aan mezelf te werken. Hè, want, ik bedoel... Voor mij kun je niet anderen gaan helpen als je zelf niet volledig de introspectie gedaan hebt en naar jezelf bent gaan kijken. En, ik ben nog altijd een work in progress, hè, maar ik ben me wel enorm bewust. En zij hadden toen een aansluitende coachingtraining, want wat zij ook merkte natuurlijk, is de moment dat mensen dat bewustzijn kregen van wow... Als ik hier buiten mezelf ga staan, dan zijn er zoveel lessen dat ik leer en zoveel dingen dat ik ook kan veranderen. Want ik ben een work in progress, ik kan mezelf, hè, ik ben niet gedefinieerd door mijn verleden. Dan zijn er heel veel die dat gewoon willen gaan overbrengen. Dus er zat daar een natuurlijke coachingtraining aan, dus die heb ik gedaan. Dus ik zei, ik moet coach worden. Ik moet gewoon coach worden. En dat is toen een enorme... Ik heb dat gewoon zodanig... state dat gewoon moest. Dat heeft dan wel nog even geduurd, gewoon omdat ik tegen die hoe ga ik dat doen aanliep. En ik heb gewoon op een bepaald moment losgelaten en vertrouwd. En financieel is ook de boel eigenlijk wel op zijn plooi gevallen om mij die ruimte te geven en mij die transitietijd te gunnen. En dan ben ik er gewoon voor gegaan, maar met de nodige toepassen van mijn eigen tools. Want het heeft wel wat gevraagd om hier... In het hoofd. En moest je kunnen teruggaan nu wat je weet en je zou Ellen tegenkomen die in die burn-out zit, wat zou je dan zeggen? Ik zou misschien zeggen van toch nog sneller te geloven en te vertrouwen dat datgene dat je gaat doen zo waardevol is. Ik heb nog heel lang wel aan mezelf liggen twijfelen. En zeker in die periode dat ik zwanger was. Maar dat is natuurlijk ook... Ja, je zit emotioneel sowieso wel gechallenged, hè, met hormonaal. Maar ik zat heel hard tegen mijn kritische stem aan. Hè, van wie zei jij, in godsnaam? Hè? Wat had jij nu... Mensen gaan coachen. Hè? Je hebt 15 jaar finance gedaan. Really? Hoe ga jij opboksen tegen al die mensen die psychologie gestudeerd hebben en dit en dat en hetgeen? En dan heb ik echt wel op vlak van die mindset heel hard moeten die overtuigingen gaan ombuigen. Hè? Onder andere met visualisatie- en affirmatietechnieken. En waardoor dat ik ook weet dat je tegen die stem kunt opboksen en dat je jezelf echt wel... krachtiger kunt maken als je het echt wilt en als je de technieken toepast. En die stem, ja. Is die dan nu stiller? Of heb je er kunnen voor zorgen dat die stem jouw dienaar geworden is en voor jou werkt? Ik zou zeggen dat ze... Ik ga niet zeggen dat ze weg is, want bij momenten, zeker als ik toch wel nog een keer op een heel uitdagend iets sta, dan is die daar wel weer. Het verschil is dat ik ze direct opmerk. Hè? Ja. Dus, en dat is een gans proces. Hè? Dat duurt een hele tijd tussen... U ten eerste al bewust worden van die stem, ze dan gaan onderbreken, eerst nadat ze een half uur heeft kunnen babbelen, dan na 20 minuten, dan na 10 minuten. Dat gaat altijd maar sneller, hè? Maar dat is die bewustwording. Hè? En nu, de moment dat gebeurt, merk ik dat. Zeg ik, oh, nee, dit gaat goed gaan, dit gaat op. En dan beeld ik mij in. Dit gesprek ook, ik was er best wel... wel nerveus voor. En dan heb je wel... Ja, dan heb je wel dat stemmetje dat komt van... Ja, wat als je niet kunt antwoorden? En, dan is dat daar wel weer. En dan denk ik van...
En maar ik merk dat direct. Dus nee, Ellen, nee, fantastisch. Ja, maar je weet perfect waarover dat je het hebt. Je hebt zoveel werk gedaan, natuurlijk. Maar dat, ja, is dat weg? Nee. Maar het steekt niet veel meer de kop op. En als het de kop opsteekt, heb ik het te pakken. Dus ja, of dat je het helemaal ooit wegkrijgt, ik weet het dat niet. Dat denk ik niet. Dat weet ik niet. Tot zover ben ik nog niet, maar je kunt het verdorie wel echt daar ergens helemaal van achter. Ik denk niet dat je het weg kan krijgen. Ik denk alleen dat, je weet dat zelf veel beter dan ik, hè, dat een heel lang een defensiemechanisme geweest is, dat daar eigenlijk voor gemaakt is. En dat je daar wel kan zodanig inzetten dat dat voor jou gaat werken, in plaats dat jij denkt dat jij dat bent, die stem. Want dat alleen al is voor heel veel mensen... Maar je ziet dat dan ook, hè? Omdat je daar zelf zo bewust van bent. Je ziet dan andere mensen struggelen in het leven en die zich zo in hun hoofd leven. Ja. Maar je weet dat ze zelf door dat proces door moeten. Want ja, ze moeten dat zelf inzien dat zij dat niet zijn. En ze moeten openstaan om daarin gecoacht te worden. Want anders weet je dat ook absoluut. Wel, hè? Ja, het is dat. Het is jezelf betrappen. Hè. Het is gelijk dan een Eckhart Tolle ook zegt in een boek. Jezelf gaan aanschouwen. Hè. Als omstaander naar jezelf gaan kijken en gaan zien wat gebeurt er nu eigenlijk in mijn hoofd. Want de meeste mensen luisteren gewoon naar wat er in hun hoofd gebeurt. Ik ook. Hè. Ik dacht, al die gedachten die omhoog komen, die hebben wel een reden. Hè. En ik moet dat waarschijnlijk naar luisteren, want dat is mij hier waarschijnlijk aan het waarschuwen. Maar... Ja, wel, dat vind ik nu een keer interessant. Op mijn 32e ging ik bij een psycholoog. Ik had dan een scheiding. En in die laatste sessie weet ik nog heel goed. Ze zei, jij bent je gedachten niet. Dat is het enige dat je dient onttonen. Maar what the fuck? Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? En ik heb dat jaren niet gesnapt. Maar nu is dat natuurlijk crystal clear. Ja. En dat is zo de essentie. Maar dan dacht ik van, oké, ik snap dat niet. Dat is dan een psycholoog en een goeie trouwens. Hè. Maar dat vind ik dat dan het gebied van psychologie, zou ik ze maar noemen. Als je tekort schiet, maar dat stopt het dan. Terwijl van een coach begint het dan. Ja. Dus het is niet het ene standaard dan beter. Want alleen, ik ben niet tegen psychologen, zeker niet. Maar ik ben wel overtuigd dat er de problemen die je creëert hebt door de hersenen, door het hoofd, door het denken... kan je niet automatisch gaan oplossen met datzelfde ding. Dus die dat soms op andere manieren te gaan oplossen. En daarvoor inderdaad hypnose, om regressie te kunnen doen, terugkeren in de tijd, of andere technieken. En dan dat van individu tot individu, dus door te experimenteren, dat je kan zelf ontdekken van wat er bij je past en wat resoneert op dit moment. Inderdaad. Ja, en hypnose is heel krachtig. En de reden waarom dan ik in die opleiding ook gestapt ben nu, is... omdat bij veel mensen merkt inderdaad van ze zitten tegen iets aan. Ze hebben inderdaad een bepaalde overtuiging. Het is al goed als je dat doorhebt, dat je tegen een bepaalde overtuiging aanloopt die je niet helpt. Maar dan is ook altijd de vraag van van waar komt die en hoe is die er gekomen? Want en vaak zeggen ze, even coachen gaan vaak niet terugkijken. Hè. Coachen is naar de toekomst en we gaan plannen en we gaan vooruit. Maar ik vind het toch wel belangrijk om ook terug te gaan zien van waar komt dat? Omdat als mensen snappen dat je een overtuiging in je jeugd hebt aangenomen en je eigenlijk op die moment een verkeerde conclusie... als kind neemt je heel veel op u. Als je moeder u afwijst of gefrustreerd is. Een kind kan niet snappen dat dat niet met dat kind te maken heeft. Ja. Hè? Een kind kan niet snappen, mijn moeder voelt zich gewoon niet goed of haar job loopt niet en ze is gewoon ambetant. Nee, een kind denkt... Oh, Ik verdien geen liefde. Ja, klopt. Ik ben niet... Ik kan niet goed graag gezien worden. Ja. En als je dat als kind genoeg herhaalt en je komt genoeg in die situatie, kan dat zijn dat je een basisovertuiging aanlegt en zegt van, liefde is voor mij niet beschikbaar. En dan zit je 30 jaar later van de ene relatie naar de andere af te haspelen en snap je niet wat er gebeurt. En als je dan met mensen teruggaat en ze komen in die verschillende scènes waarin dat ze als kind effectief denken van, niemand ziet mij graag, niemand ziet mij graag. En je legt dan uit van, maar uw brein luistert naar wat dat jij zegt. En uw brein evalueert niet. Als jij 100 keer zegt van, niemand ziet mij graag, dan zegt uw brein, leave it with me. I'll make this happen. Want als jij dat zegt, dan zal het zijn wat dat je wilt. En hoe gek dat ook is, hè, want dat is niet in uw voordeel, maar toch. En dat begrip alleen al, dat inzien van, natuurlijk moest ik dat zo niet interpreteren. Natuurlijk zegt mijn moeder mij graag. Dan begint al, dat is al heel veel.
voor mensen. En dan effectief is het een kwestie van die overtuigingen te gaan omdraaien. En dan zit je ook op het vlak van de neuroplasticiteit, hè, waarbij dat gedachten hersenverbindingen zijn. En je dus effectief via het opzettelijk denken van nieuwe en bevorderlijke overtuigingen, je eigenlijk nieuwe hersenverbindingen gaat leggen en je effectief je hersenen verandert. Hè. Ja, dat is heel Joe Dispenza stuff. Hè, dat is Joe, ja, fantastisch. Hè. Ik ben zijn boek... Neurons that wire together, fire together. Hè. Dat is dat, hè. Wat blieft? Zijn de neurons that fire together, wire together. Hè. Dat is heel zijn filosofie, hè. Ja, en dan, want we hebben het dan nu over het brein en over hoe dat uw acties, hè, het beïnvloedt uw denken, uw emoties en dan ook uw gedragingen. Maar het gaat veel verder dan dat, hè, en dat weet je ook. Het gaat ook over jezelf in ziekte denken, hè, of jezelf ziek houden, hè, of enzovoort. Hè, al de impacten die uw brein heeft en uw denken heeft ook op uw fysieke gezondheid. Dat is ook nog zo'n aspect. Hè, dat is fascinerend. Ken je José da Silva? Heb je er ooit van gehoord? De naam zegt mij iets. Ja, wel, maar dat is eigenlijk de voorloper ervan. Dat was zo'n kerel, een Braziliaan, of die ergens in de jaren 30, 40 met visualisatie technieken ziekte oplost. Ja. En later nu Mind Valley kan je waarschijnlijk, hè? Absoluut. En die is dat nu populair weer aan het maken. Er is een beetje discussie geweest met die familie en al. En dat is een beetje dezelfde sfeer wat Joe Dispenza ook is. Want die is ook ziek heel lang geweest. En die heeft zichzelf eigenlijk, gerepareerd door, te denken. En ja, voor veel mensen is dat zever, maar I buy that completely. Ja, ik ben daar absoluut in mee. Is het enigste? Is dat de oplossing voor alles? Nee, absoluut niet. Maar het is zeker wel een enorme ondersteuning. Als je het in je hoofd niet gelooft, als je in je hoofd overtuigd bent van iets dat... Ik ben bijvoorbeeld ook altijd opgegroeid. Ik heb 100.000 keer gehoord van mijn ouders. Je hebt een sterk gestel. Wij in de familie zijn sterk. Wij worden nooit niet zwaar ziek. Dat is een overtuiging die zit in mij. Daar kun je niks aan veranderen. Hè. Dat zit in mij. Ik heb totaal geen angst van corona. Hè. Totaal niet. Ik wil niet zeggen dat ik onvoorzichtig ben. Hè. Nee, maar ik heb echt zo in mij een gewoon volledige overtuiging van... Ik ga daar nooit echt zwaar ziek van worden. Nee. En... ga ik daar niet ziek voor? Misschien wel, maar het feit dat mijn brein al weet van als dat mijn lichaam binnenkomt, dan moet ik maken dat ik er iets aan doe, want we gaan daar niet ziek van worden. Ja, ik weet dat niet, ik geloof daarin. Ja. Dat effectief mij helpt. Ja. Maar je hebt zo natuurlijk overtuigingen in gans een andere richting. Hè. Als jij continu opgroeit met het idee van wij zijn zwak, onze familie is altijd ziek, mijn moeder is altijd ziek, ik ben altijd ziek. Ja, you get it. You get what you think. En ik ben daar wel enorm van overtuigd, ja. Het is dan natuurlijk het punt dat je dan beseft van je ouders. Ja, ze hebben wel hun best gedaan, maar ze wisten van niet beter. Hè? Dus, nee. Dus... En dat is, pas op, hè, en dat is ook een heel heftig moment geweest in die bewustzijnstraining. Het moment dat ik mij als moeder ging bekijken. Hè. Ja. En als mijn oudste dochter jong was, en zeker in de laatste jaren van mijn relatie, was ik zodanig gefrustreerd dat ik dat kind echt... een heel lastige periode gegeven heb. Ik was echt wel geen goede moeder. Ik reageerde mij heel hard af op mijn kind ook. En dat was ook een van de redenen dat ik op een bepaald moment zei van nee, Ellen, dit moet stoppen. Je moet nu echt een beslissing nemen, want je kinderen mogen daar niet onder lijden. En ik heb mezelf moeten vergeven ook. Hè. Want, de schade eigenlijk een beetje dat ik haar heb aangebracht. En ik had dat daar heel moeilijk mee. En toen was er inderdaad, toen zei die teacher, die trainer, die zei van... je moet jezelf vergeven omdat je inderdaad gewoon niet beter kon. Je wist niet beter. Hè? Maar de moment dat je beter weet, moet je beter doen. Hè? Ja. En zo kijk ik ook dikwijls naar mijn ouders. Zij hebben ook fouten gemaakt, maar ze hebben het altijd gedaan met wat dat ze hadden. Altijd vanuit de goede intentie. Dat is het. En hier en daar konden ze niet beter. En dat zorgt ervoor dat je heel gemakkelijk kunt vergeven. Ja. Nu, ik vind het knap dat je dat durft toegeven. Hè. Maar laat ons wel eerlijk zijn. Sowieso, ook al doe je het goed, ga je je kind opzadelen met trauma's. Sowieso. Sowieso. Ja.
Ben je vertrouwd met het werk van Dr. Shefali? Want die is daar heel veel over bezig, over conscious parenting. Ja, ik zie veel quotes van haar, maar ik heb nog niks of zo gevolgd. Ja, maar dat is dan de consciousness rond parenting. En ze gaat extreem... Nathalie Willems heeft daar ook een training rond, hè. Roots and Wings. Hè. Die heb ik gevolgd september vorig jaar. Waar je ook dan al de vraag krijgt, wat is je visie op ouderschap? En dan denk je, wow. Ja, daar heb ik zelfs nog niet over nagedacht. Hoe kan dat eigenlijk? Dat we in de wereld staan als ouder en dat we eigenlijk daar zelfs nog niet bij stilstaan. Want wat willen we als kinderen eigenlijk? Hè? Ja, maar... Ja, ouderschap. Maar die stromingen, die wijken wel serieus af van het westerse denken op ouderschap. Zeker zij combineert zo het westerse denken, omdat ze in Amerika studeerd heeft, maar wel van Indische afkomst is. En bijvoorbeeld in die streek van India is dat it takes a village to raise a child. Dus dat is letterlijk de mama, de papa, de opa, heel de gemeente houdt zich bezig met dat kind. Terwijl hier in het Westen is dat meestal papa, mama en zo'n kleine community er rond. En, maar die benadering is compleet anders. Ze zeggen zelfs letterlijk dat dat jouw kind is. Dat kind door jou komt. Ja. Hè? Maar dat is eigenlijk jouw kind niet. Allee, dus dat, ze gaan dat heel, heel ver in. Vind je heel interessant. Nu, en snap ik ook, want natuurlijk hoe meer mensen dat impact hebben op dat kind, hoe gevarieerder ook. Ja, hoe meer perspectieven, hoe meer... En hoe minder dat je als één persoon inderdaad onbewust schade kunt aanbrengen. Klopt inderdaad. Hoe minder dat je dan... Ik vind ik dat geweldig. Ik ben ook altijd zelf een ouder geweest die zei van mensen, als mijn kind iets misdoet, dan hoop ik dat het vanuit uw perspectief gaat corrigeren of er iets op gaat zeggen. We moeten met meer zijn om kinderen te begeleiden en op te voeden. En, Nu, je hebt dat net Nathalie Willems vermeld. Je hebt dat Eckhart Tolle vermeld. Wie zijn er zijn nog zo van? Je hebt al Joe Dispenza ook vermeld. Wie zijn er zo nog dat je... Ik weet dat je ook een enorme fan bent van Tony Robbins. Ja. Ik hou wel van zijn... Zijn manier van doen en ook wel zijn straight to the point. Mel Robbins was ook... Dat is de 5-second rule, hè? Dat is dat, hè? De 5-second rule. Ja, ik ook wel zo van haar... Zij is eigenlijk de eerste die mij zo in dat brein werkt. Ja. En uw defensiemechanisme enzovoort ben ik ingerold. Brené Brown hoor ik ook wel graag bezig, hè, over kwetsbaarheid en dergelijke meer. Ja, dus dat zijn ze zowel. Deepak Chopra lees ik ook wel. Dus ja, daar kan er niet direct nog op komen. Maar dat zijn ze zowel. Zeker een Joe Dispenza vind ik super interessant. En die man, en die kunt ook allemaal vertellen, hè? Als je die YouTubes bekijkt. Wat dan natuurlijk een Joe goed kan, is hij kan het technische erachter uitleggen. En dat vind ik ook altijd wel interessant, want als je hebt vaak mensen... En ik ook, vrij kritisch naar... Ja, maar... Alleen in de You Are the Placebo gaat hij echt wel helemaal in op wat dat doet. Hè. Je gedachten en emotie, hoe dat chemische substanties in je lichaam vrij laat komen. Hoe dat zelfs tot je genen gaat en je bepaalde genen kan aan- en afzetten. Dus hij benadert dat heel toch wel wetenschappelijk, wat ik wel interessant vind om het ook op die manier aan mensen over te brengen. Want je kunt je gedachten veranderen. Ja, oké, maar als je dan over neuroplasticiteit spreekt en dat je effectief je hersenverbindingen kunt veranderen, dat is dan alweer iets tastbaarder voor sommige mensen. Nu, als dat dan zo iemand inschrijft om zich te laten coachen door jou, hoe werkt dat dan? Hè? Is dat dan iemand die zegt van, ik doe van eerst een keer 10 sessies of zo, en een soort framework wat je ontwikkeld hebt, of heb je zoiets van, elke mens is uniek, elke situatie is uniek, en ik ga... Ze gaan intunen in hoe die persoon in staat. En ik ga die er vragen stellen. Probeer verder dan. Hoe pak je dat dan aan? Wel, ik ga ook zeggen... Ik noem mij ook nooit niet 100% een coach. Want als je echt puur coacht, en zeker ook de manier waarop ik het bij CC geleerd heb, dan ga je echt wel de persoon heel hard zelf zijn zoektocht laten doen en ga je vooral door vraagstelling mensen zelf tot conclusies laten komen. En dat doe ik ook wel voor een stuk, maar langs de andere kant zit er toch ook wel een training aspect aan. Ik ga mensen ook echt wel trainen in
zo zit dat in elkaar, zo werken je gedachten. Omdat, ja, ik bedoel, je moet water niet eruit vinden. Je moet ergens wel een basis meegeven. Ik heb zelf ook bij CC eerst die trainingen gevolgd om te beseffen, ja, hoe marcheert het allemaal, om dan te kunnen gaan eigenlijk meer coachen. Dus ik doe altijd een combinatie. Hè. Ik werk met eigenlijk altijd een programma. En dat is nu momenteel, spreidt zich dat over 3 maanden. Ik geef 8 uur training. Dus effectief rond, daar zitten 4 blokken in eigenlijk. Hè. Dus ik ga altijd met mensen eerst gaan zien van, ja, waar sta jij nu in het leven? Wie zeide jij? Wat zijn je karaktereigenschappen? En waar wil jij naartoe? En effectief gaan stilstaan en door allerhande vragen echt wel een eerlijke blik gaan nemen. Van, ja, zeide jij wel content? En op verschillende vlakken, hè. Op het vlak van je vrienden, op het vlak van je gezondheid, mentaal, fysiek, financieel, carrière, relatie. Echt wel een keer gaan de tour doen en zeggen, wat zijn we een keer eerlijk, hè. Hoe ziet je dag eruit, hè? Hoe sta jij op 's morgens? Wat eet jij? Kijkte jij naar, hè, leesde jij de flyer? Of, allee, met wat voed je je ook mentaal? En effectief een keer gaan stilstaan, want veel mensen doen dat niet. En als je dan ziet dat ze dat een keer gaan inkleuren, hè, want ik heb dan ook zo'n levenswiel. En dan is dat wel, oei, ik heb hier en daar toch wel wat hiaten. En van daaruit gaan we ook gaan zien, van, ja, wat wilde jij dan nu gaan veranderen? Hè? Wat wilde eerst gaan veranderen? Wat wilde... En ik ga er ook altijd wel zien dat ze en gaan voelen dat ze wel dicht bij zichzelf blijven. Hè? Dat ze niet het leven leiden dat een ander voor hen heeft uitgestippeld, maar dat ze echt wel eerlijk zijn en gaan kijken van, wat wil ik echt? Hè? En ook al is dat soms moeilijk. Het is een heel belangrijk woord dat net gezegd, voelen. Is dat iets wat je ziet dat, omdat je nu voornamelijk vrouwen hebt, is dat... Ik weet dat dat een beetje een veralgemening is, maar denk je dat vrouwen die een bepaalde carrière hebben, achter de rug hebben, die zo met de 30 zijn, dat ze dat voelen afgeleerd hebben? En dat dan voelen weer ticket is om weer tot dichter bij zichzelf te komen in plaats van te denken? Ja, misschien inderdaad wel dat het in de 30er jaren... Nee, je zit op een soort automatische piloot. Hè. Je hebt al die puntjes af te haspelen. Je carrière moet op de rail staan. Dan kun je beginnen aan kinderen. En als die kinderen nog jong zijn, hè, die moeten met die pampers. En op het moment dat die kinderen ook zo op hun benen beginnen te staan, dan lijkt het precies alsof je een automatische piloot af kan. En dan ga je ineens terug inderdaad dat meer tijd weer krijgt voor dat voelen. Zo van, en ik nu? Ja, ik denk wel inderdaad dat ergens in die 20er jaren dat dat zo inderdaad dat denken overheerst en dat voelen naar de achtergrond gaat. En dat je in je 30er jaren dat voelen inderdaad terug meer aan ruimte krijgt. Hè. En dat je dan inderdaad die een ziel, gelijk dat we dat zeggen, zo begint te krabben. Hè, van, oké, het is nu goed, maar er waren hier al een paar andere dingen waarvoor dat je de wieg hebt gelegd. En... Ben je ervan overtuigd dat iedereen komt met een missie of met een purpose hier op het leven? Ja, ik denk dat wel. En ik zeg niet dat 1 bepaalde job is. Ik zeg altijd, nee, het is iets waaraan je wilt bijdragen en dat kan iets groot. Bij mij is dat ook, ik wil gewoon dat de wereld een betere plaats is. Met mensen die gelukkiger zijn. Ja. En, maar ook een planeet die gelukkiger is. Ik wil ook echt... Alleen moest ik nu miljardair zijn, ik zou, ik weet niet wat, investeren in mensen die de planeet, ecologische initiatieven. Ja. Want ik vind dat zo belangrijk, want zo'n mooie planeet. Ja. En dus, maar dat is heel breed, hè. Ik kan daar zoveel in doen. Het is nu niet omdat ik coaching doe, dat ik er niet... Ja. Dus ik zou nog gelukkig zijn met heel veel andere dingen, hè. Ja. Moesten mij ergens in een forum zetten dat mijn ecologie bezig is, ik zou dat ook super vinden, hè. Dus ik denk dat je zo een soort van... En ik noem dat een visie, hè. En dat is ook iets dat ik doe in die 3 maanden programma, is met mensen gaan kijken van, ja, maar wat is uw visie nu? Wat wil jij dat uw legacy is in deze wereld? En dat was ook in die bewustzijnstrainingen een heel ingrijpend moment. Als wij op een pagina kwamen en je had je grafsterk en je moest erop schrijven wat dat erop moest staan. En dan heb ik toch wel serieus moeten slikken. Dan denk ik van, wow, holy moly, ja... Inderdaad, maar iedereen heeft diep in zich wel die een drang om iets in de wereld te zetten. En hij heeft er veel die zeggen, oh nee, maar ik denk dat dat gewoon onderdrukt wordt dan. Ja, maar ik denk dat dat van die miljardairen... Dat hoeft niet groot te zijn, nee, hè. Dat nee, kan... nee, maar dat van dat miljardairen, die projecten, ik heb dat heel hard. Dat wordt harder en harder. En ik merk dat bij mezelf, zo dat, ik noem het dan giving back.
Nee, omdat wat je coaching doet en ik doe dat toevallig in een job en ik werk nu met heel jonge mensen. Dat is zo fantastisch om dat te doen. Dat is echt, dat is ongelooflijk. Want allee, ik ben niet bezig met een sales training te geven, ik ben bezig met een persoonlijke groei en ik word daar toevallig voor betaald. En dat, ik voel dan dat je een soort een man or a woman on a mission bent en you're unstoppable. Dat is echt, ja. Dat is dat vuur dat brandt. Nee. En dat gaat niet meer over ik doe de job of de. Allee, en dat komt, al die rest komt automatisch. Hè? Dat geld en die dingen. Je doet dat dan niet meer voor. Je doet dat voor die kleine change, die habit change, die glans in die ogen. Dat is op een keer zaken meer energie. Nu heb ik het gezien. Nu snap ik het. In plaats van altijd maar hetzelfde te doen. En ik vind dat zo mooi om te zien dat eigenlijk dat veel mensen denken, ja, ik kan geen impact hebben op de wereld. Maar je kunt dat juist wel. Als je al begint met gewoon de cirkel rondom je heen. Absoluut. Dan kun je echt... To make the world en gewoon al het werk dat je doet op jezelf. Hè. Ik bedoel, gewoon dat al heeft zijn rippel. Sowieso. Mijn dochter die ziet mij. Mijn jongste van 9 jaar zei vorige week nog tegen iemand... Je moet geloven in jezelf. En ik dacht... Oké. Nochtans, ik ben niet zo bezig met al die zaken met hen over te brengen. Maar ze pikken dat op ook. En... Wow. Gezegd, wat je dat zei, dus je hebt altijd een impact, gewoon al door zelf. Mijn Jules ook, 3 jaar, die 's ochtends vroeg soms zit hij op een school zijn melk te drinken en als een Paw Patrol te kijken. Dan zegt hij, ben je aan het irriteren? Genoeg geïrriteerd? Dat is natuurlijk mediteren. Dus die weet ook wel, dat is van, ja, er is hier iets. Dus die sowieso, weet je dat ook wel, hè? Tussen de 0 en de 8, dan staat die open, die dat bewustzijn en alles wat er daarin gestopt wordt. Ja. Is het softwarepakketje, dan gaat het dicht en dan speelt hij dat voor de rest van zijn leven af. En sowieso. En dat is het, een moment dat je daar je bewust van bent, dan denk je, wow. Ja, maar dat is het wel. Dus met mijn zoon van 15 maanden nu ook, nu besef ik heel goed van... Ik let ook heel hard op wat ik zeg en hoe dat ik het zeg. En ja, toch wel, omdat ik weet... Je kunt heel snel met woorden wonden slaan. Ja, maar het gaat nog een stap verder. Dat is vanaf het moment dat je voelt dat je dan triggerd is, beseffen van, dat gaat niet over hem, maar dat gaat over jezelf. Dus als je frustreerd of geïrriteerd wordt, dan is dat zo van, oké, interessant. Waarom voel ik dat hier nu? In plaats van, godverdomme. En ik vind dat is eigenlijk mijn grootste teacher is mijn zoon. Omdat hij soms dingen doet dat ik denk van, ah ja. Oké, maar die weet van niet beter. Die heeft geen... Voor hem is er geen denkkader. Allee, ik moet dat gaan zeggen. Die leeft in een flow. En, en ik wil dat de dingen zo doen. Ja, in een magische mindset. En een heroïsche mindset. Hè. Alles kan. Alles is mogelijk. Is fantastisch, hè. Dat is en dan begint het, stel ik het aan. En jammer genoeg ook. Voor een groot stuk in onderwijs ook. Ja, ze komen met zoveel mensen in aanraking die al rap gaan zeggen, dat is niks voor u, dat is niks voor u. Ja, dat moet je misschien niet doen. En, dat is zo... Dat is erg, hè? Zo vreselijk. Ja, en dat zit in die kleine dingen, had dat dan in het bos. En dat met zijn mooie broek begint hij dan in dat zand te lopen en die trekt hem van niks, maar niks aan. En dan denk je, oh my god, hij snapt het, hè. En ik zit zo, oh, mijn broek en mijn dit en oeh en dat en dat en die. Enjoy life. Nu, absoluut. Ellen, als je nu terugkeert in de tijd en je ontmoet de Ellen die 18 jaar is, wat zou je zeggen tegen jezelf? Oh, wat zou ik zeggen tegen mezelf? Ja, dan zou ik zeggen... Ja, ga dichter bij jezelf staan. Hè? Ga meer voelen. Maar ja... Ja, en blijf geloven in jezelf. Laat niemand uw sparkle wegnemen. Alhoewel dat je het eigenlijk zelf gewoon laat wegnemen. Hè. Het is, ik bedoel, ja. Werk je dan ook rond assertiviteit en boundaries? En grenzen? Niet specifiek. Maar als daar problemen rond zijn, dan gaan we wel gaan kijken van, oké, waar komt dat? Hè? Als je problemen hebt met grenzen, hè? Waar komt dat? Dan moet je anders doen, hè? En zou je toen eigenlijk nog hetzelfde gestudeerd hebben? Oh nee. Maar dat is eigenlijk grappig, hè, want ik heb ook psychologie gehad, hè, aan de NIF. Maar ja, op die moment, dat interesseerde mij geen fluit. En ik denk ook,
ja, ik weet het niet. Kijk, het is nu zo gelopen en alles heeft zijn reden. Hè. Je maakt processen door, had ik dat van in het begin bewust geweest, had ik ook nooit geen ellende gehad misschien. En dan you don't learn the hard way. Hè. En ik denk, die levenservaring is echt wel gewoon... Kan ik terugkijken en zeggen, heb ik spijt van, hè? Want alles heeft mij gebracht tot waar dat ik nu ben. Hè. Die groei, al die ellende, al die fouten... Mag ik dat samenvatten dat eigenlijk je scheiding en die burn-out achteraf bekeken in het grootste geschenk was dat je kon hebben? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, en ik heb fouten gemaakt in mijn relaties ook. En achteraf dat ik dacht van, maar voor een bitch ben ik en ik ben voor eeuwig een bitch en dat is nu eenmaal wie dat ik ben en dat zit ergens vastgeworteld in mij en ik ben zo blij dat ik daar ben uit kunnen evolueren, want my, wat een leven had dat geweest. Al ja, in zo'n overtuiging leven van, ja, dat is nu eenmaal wie dat ik ben, blijkbaar, hè. Ja, want veel mensen hebben ook zoiets van, zit in de genen of, hè. En, oh, ja, als je daar natuurlijk in meegaat, dan zijn je gedoemd, hè. Want er zit bijna niets in de genen, hè. Joe Dispenza, wat zei hij? Ik geloof dat er 7 of 8 dingen die heel zeldzaam zijn, die in de genen zijn. En al de rest... Ja, ja. Oh. En dan, mijn moeder had dat ook, hè, of mijn vader had dat ook. Ah ja, maar ja, heb het de ganse leven niet anders als gezien? Natuurlijk kopieerde het, want ja, je hoofd ziet niet anders, dus je neemt het gewoon ook mee. Heeft dat met genen te maken? Hè? En Joe Dispenza zegt ook, hè, je kunt inderdaad genen hebben, maar je kunt die aan- en afzetten. Hè? Er zijn verschillende factoren die dat beïnvloeden, waaronder uw denken. Hè? Dat kan bepaalde genen aan- en afzetten. Hè? Dus dan denk ik van, wow, really? Oké, ja. Ja. Dat is toch super interessant. En oké, dan kun je daar kritisch tegenover staan. Ik denk dan van, het is toch het waard om... Allee, om er positiever van over te gaan nadenken. En allee, toch wat werk te gaan doen. Ik bedoel... Ja, ik denk dat veel mensen niet beseffen hoeveel potentieel dat er eigenlijk in hen zit. Het is ongelooflijk. En dat dat... Ja, allee, bij mij ook. Als je mij jaar geleden vertelt, start de YouTube-kanaal, podcast, serieus. Ken ik daar niks van? Ja, ben je er aan en doe je dat gewoon bij ons? Ik heb 2 jaar geleden gezegd dat ik webinars ging doen, continu, en op video ging komen. En ik zou gezegd hebben, zeg je zot. Ja, dat is. En puur omdat je hier dat mentale werk gaat doen. Hè, en, allee, dat is... Maar ene keer dat je dan dingen doet, heb dat door. Dan vind ik wel dat je alles in zee kan. En er is niks meer dat je dus ik dat je... geduwd wordt door een of andere force, door een of andere kracht, dat je zo vooruitgeblazen wordt. Moeiteloos leven, zal ik het maar noemen. Waarbij dat je weet van, dat is de positieve energie, dat is het pad dat ik dient te volgen. En dat pad ontvolgt zich terwijl je het aan het wandelen bent. Absoluut. Marissa Peer, dat is degene waar ik die hypnotherapie bij volg. Rapid Transformation Therapy, is het trouwens ook onder Mindvalley. Door Vision ook heel hard. Want het is via Mindvalley dat ik haar ontdekt heb eigenlijk. Zij zegt ook, hè, once you move towards your potential, it expands. Ja, dat is fantastisch. Hè? Elke keer dat je vooruit gaat, wordt het gewoon groter. En dat is ook zo. Ja. Elke keer ga je gewoon een stap verder. En exponentieel, dat is. Je kunt niet meer vatten hoe de impact dat je dan hebt op je omgeving. Dat is, ik had nooit gedacht, ook kijk, sommige mensen die daar reageren, die dan op een keer beginnen te mediteren, mensen nooit al verwacht, die in de grootste miserie zitten, en die stapje en stapje dat binnenuit gaan, of een coach nemen, omdat vroeger werd dat zo coaches is voor mensen die het moeilijk hebben, of zelfs taboe, terwijl ik heb zoiets van, nee, hoe kan je goed voelen, moet je een coach ook nemen, dat niet, het is niet omdat het slecht is. Al is het maar gewoon om inderdaad naar dat volgende niveau te krijgen, inderdaad opnieuw die expansie te gaan opzoeken. Dat is... en je schaduw mensen kan... associëren dan nog altijd van, oh, mentaal zit het dan is waarschijnlijk niet in orde. Het is gewoon groei, het is niks van... Het is gewoon beter worden en meer. Allee, gewoon nog... En ik zeg altijd, het is... Wie had het over laatst gepost? Ik weet al niet meer van... Het is ook niet van... Dat ik met de mensen die bij mij komen wil veranderen. Integendeel, het is eigenlijk meer terug naar hun record te brengen. Naar wie dat ze waren toen ze geboren zijn. Met al dat potentieel dat ze toen al hadden. En ze hebben het gewoon ondergegraven. En het is eigenlijk gewoon die dirt weer wegdoen. Ja, loslaten. En het weer hè? Blootleggen. Want het is niet dat je iets nieuws creëert. Het zit allemaal al in u. En dat... Iedereen is zelf zeker. Maar hebt u laten wijsmaken dat het niet zijt. Ja, dat is het. En...
Dat is het. Als je een keer dat je dat echt gelooft... Ja, en dat snapt. En weet... En voelt. En voelt... Ja. Dan dat is het beste met coaching ook, hè. Ik bedoel, essay, al de kennis, dat zit in jou. Maar hij denkt dat je het externs moet leren en een boekje leren, maar uiteindelijk moet je dingen loslaten en ontleren. En eigenlijk gaat het over connecteren, voelen, en op een bepaald moment komen de juiste vragen. Ja, absoluut. Ja, en dan kunnen we naar het universum gaan. En hoe zei Napoleon Hill, de oneindige intelligentie? En dat is ook Napoleon Hill. Ja, tuurlijk, die ben ik vergeten te vermelden. Och, als ik zijn boek las, Think and Grow Rich. Dat was precies alsof, ik weet niet wat er gebeurde met mijn hoofd, maar dat was ongelooflijk. Ik heb toen een paar uur met een e-book geschreven, dat was zo'n flow. Flow, kijk, ik ging je dat nog zeggen, Jan Domeré. Ja. Oh. Ja, ja, die zijn boek moet ik ook nog lezen. Ik heb gehoord dat het een topper is. Heb je hem of niet? Ja, ik heb hem van u gekregen, dus ik dacht niet beginnen. Ik dacht Dad het al. Joe, dat... is dat de volgende. Maar Jan is eigenlijk gebaseerd, zijn boek op Napoleon Hill, hè. Dat is dat. Hè. Alleen heeft hij dat... dus hij heeft dat eigenlijk gespecialiseerd. Hij heeft vooral de Laws of Success heel veel boek gelezen. En daar is hij eigenlijk van vertrokken. Hè. En ik heb er nu net weer 10 of 20 besteld. En ik ga die aan een aantal collega's geven en... Super. Iedereen dat ik die een boek geef, ik zeg, lees dat maar of lees dat niet. Doet, maar iedereen die echt leest, die zo, wow, what the hell is dat? Terwijl voor Jan was het zoiets, ja, kan ik er een boekje schrijven? En dat is... Maar ik zeg, één keer... Ja, nee, ik las die een boek en dat was ook alsof dat alles wat ik tot dan toe in cursussen had geleerd, effectief nog een keer ondersteund werd van... Oh. En dan zo uiteindelijk ook wel de... De ontnuchtering van, bestaat dit al zo lang? En... Come on. Plus ook, die is verketterd geweest. Hè? Die is letterlijk door journalisten in de pers. Ik denk dat zijn vrouw zelfs van hem gescheiden is. En dat is pas zoveel tijd erna dat dat echt bekend geworden is. Vandaar dat er in mijn beleving heel veel dingen dat wij als waar aanzien, dat welke kunnen zijn, dat dat net als zoveel jaar geleden, dat men dacht dat de aarde plat was... Dat we nog heel veel dingen gaan ontdekken die eigenlijk, dat we in geloven dat waar zijn, totaal niet waar zijn. Het juist omgekeerd is. Ja. Ja, ik ik sta echt zo open voor zoveel percepties. Ik ben altijd de persoon van leergierig en die zoiets heeft van, eigenlijk weet ik niks. Maar eigenlijk, wat is waar? Waar zijn je er ooit 100% zeker van? En is dat zo? Ja. Is dat zo, inderdaad. Maar ja, ik ga ook heel... Mij proberen zoveel mogelijk weg te houden van opinies en meningen. Want ik heb judgment. Altijd zoiets van, ik weet nooit 100% alles. Ja. Dus hoe kunnen nu... Ja, ik ben er altijd zo... Ik bekijk het altijd van de zijlijn, heel geïnteresseerd van, om zo van alles te zien passeren. Maar ik denk van, weet je. En dat gaat ver, hè. Maar heel vaak is het dan zo van... Ja, maar we hebben het altijd zo al gedaan. Ja, en... Maar is dat dan zo? En dat gaat echt... Ja, maar het is zo. I don't know. Ik weet het niet. Is dat zo? Dat is maar een perceptie van hoe je er naartoe kijkt. Nu, als je 10 jaar verder kijkt, wie is Ellen? Dan is Ellen een internationale spreekster. Een topcoach. Dan heb ik een retreat in Thailand, waar dan ik mensen begeleid die gewoon willen... Ja, die in de knoop zitten, hè. En die gewoon 2-3 weken gewoon volledig willen een shift maken en een transformatie maken. Dan hoop ik dat ik ook zodanig een inflow heb van inkomen, dat ik dat ook kan teruggeven. Ja. Ja, want ik heb nooit een ambitie gehad van rijk te zijn of veel geld te hebben. Maar ik heb wel die ambitie om te kunnen teruggeven. Ja. Om te kunnen investeren in jonge mensen die initiatief nemen om deze planeet ook een betere plaats te maken. In andere coaches die anderen willen helpen om tot zelfs platformen opbouwen. Want iedereen zit nu ook op zijn eiland zijn werk te doen. En soms denk ik ook van... We zouden moeten kunnen allemaal, hè?
onder één... Zet die energie samen, bundelt dat. En... Onder één noemer gaan, of weet ik veel wat, waarmee dat we misschien meer kracht en meer impact hebben, ik weet dat niet. Ellen Valley, hè? Ellen Valley. Ellen Valley, ja. Ja, ja, fantastisch, hè. Vision en zijn... Ik zeg van. Ik zou zo alles achterlaten door dat te haren. Want een van zijn assistenten heeft me vandaag op LinkedIn een invite gestuurd. Ik dacht, ja, echt? Me? I would like to connect. Nee? En ik zo, cool. Wow. Ja, ik zo. Cool. Ja. Ja, dat moet ook fenomenaal zijn om ook daar te kunnen aan bijdragen. En wat ik zo tof vind, die combineren zo dat spiritualiteit en die mindset, dat is business, hè. Die kerel heeft een bedrijf van 100 miljoen euro zonder één frank venture capital, hè. 0 euro. En zijn missie, wat hij hem doet, I buy it, hè. Ik geloof hem echt. Hè. Ja, ja, ik geloof. Ik vind hem heel authentiek. Ja, ja, het is de... Ja. Ja. Fantastisch. Laatste vraag. Wat is nu eigenlijk een enorm zotte droom? Een zotte droom, hè? Dat je nog hebt. Maar een zotte, hè? Iets dat je nu... Iets... Hey, Thailand, oké, okay, retreat, ja. Pff, weet je... Dat oh, is dat niet zot genoeg? Oei, nee. Nog zotter! Maar, shit. Ellen, dat ga je realiseren met 10 jaar. En volgens mij nog veel meer. Ik denk dat dat... Allee. Nee, het zou kunnen zijn dat je zegt van... Ik heb iemand gehad uit Singapore, een Indische. En die had een boek geschreven. En die zei... Mijn zotte droom is bij Oprah Winfrey komen. Ik wil op de zetel zitten. 3 weken daarna komt haar boek uit. En hij was al direct in verschillende categorieën een bestseller op Amazon. Dus ik heb zoiets van... Ja, zolang gaat dat niet duren, hè. Ja. Mijn zotte droom? Ja. Dat is een mastermind hebben met een aantal grootsen der aarde. En daar iets van een 100 miljard in te hebben, waarmee dat we eigenlijk in groep enorm initiatieven ondersteunen om de wereld bewuster te maken. Dat bestaat, hè. Ja? X-Prize noemt dat. Dat zijn gasten. Ja, ik weet dat, niet. Ja. X-Prize noemt dat. En dat ze onder andere zijn ze bezig met de honger in Afrika op te lossen. En dan zijn ze van, kijk, met die 10 miljoen euro. En gelijk wat voor een groep van ingenieurs die mogen een tablet maken. De batterij mag nooit doodgaan. Dus dat ding, die batterij moet altijd werken. En er moet daar een app op staan die super simpel is. Waarbij dat ze dus ze droppen in Afrika. En dan kunnen de mensen daar... Leren. En omdat er geen leraren genoeg zijn om al die kinderen te leren opleiden. En ze zijn dan 10 miljoen degene die dat uitvindt. Zo zijn ze bezig. En Tony Robbins zit er onder ook in. Die zegt serieus? Ja, want die stond op mijn lijst anders. Hè? Ja, en Peter Diamanti zit er ook bij. Dat is de man achter Moonshots. Nee, dat, en die mastermind was ook zo vanuit je groep van Think and Grow Rich gekomen, hè, dat je inderdaad zoiets hebt van zet gewoon mensen met een gezelde missie bijeen, die vanuit verschillende perspectieven en kennis komen en watch what happens, hè, als je zoiets kunt. Maar ja, mensen die allemaal authentiek en echt achter eenzelfde visie staan, dan kunnen toch en wij gaan ook iets samen doen. Dus ja, gebeurt, hè. Ja, inderdaad. Dat is dan in de sterren geschreven, hè. Dus ja, wat ik zo fantastisch vond in de mastermind van Napoleon, is dat zijn mastermind bevatte ook mensen die niet meer leefden, hè. Dat was ook een mastermind in zijn hoofd, hè. Wat veel mensen denken, dat moet een mastermind zijn van mensen die bestaan, of bestaan, die leven. Maar dat hoeft per se niet, hè. Nee. Schitterend, toch. Ja, dat was ook zo mindblowing voor mij. Maar ja, ik snap het wel. Ik snap het volledig. Ja, dus ik vind dat geweldig. Als muzikant heb ik al heel vaak ervaring gehad waarbij dat ik... muziek is sowieso energie. Hè? Ik bedoel, een noot is de lab bijvoorbeeld. Muziek is voelen. Ja, maar dat is ook trilling. Bijvoorbeeld, de lab bijvoorbeeld is 440 hertz of kilohertz. Slaan we dood. En als je dan... muziek kan spelen en connecteren met het publiek, dan voel je letterlijk dat totaal meer is dan die som van de onderliggende delen. En dat is iets enkel dat je kan ervaren en kan voelen. En sport is dat zo, maar dat is hetzelfde met een mastermind, waarbij dat je, zoals nu,
in een bepaalde co-creatie, in een bepaalde flow zit. Waarbij dat er iets tussen ons ontstaat, zo'n derde ding die nog jij, nog ik alleen, die met die ideeën zo'n afkomt. En, absoluut. En de ene keer je ervan geproefd hebt, is dat toch... Ja. Dat is ook een van de redenen waarom dat mijn partner en ik ook heel veel... Wij houden enorm van techno, maar techno heeft ook een soort van opbouwend iets. Dat vertelt een verhaal voor ons, die muziek. En dat is ook zoiets, ja, dat verbindt ons enorm hard. En dat is... Ja, ik kan dat niet uitleggen, maar dan zijn wij ook zo meer een geheel. Dan komen er ook vaak dingen naar boven, ze. Ja. Heel raar. Maar, magic happens. Magic happens, maar music is the language of the soul, hè? Dat is the heart of whatever. Is, absoluut. Is er nog iets dat je wilt delen dat we nog niet besproken hebben? Nee. Ik denk, ik had op een bepaald moment gezegd hoe dat mijn programma eruit ziet. Hè. Dus ik had puur enkel nog gezegd van ja, ik doe aan zelfanalyse. Hè, dat ik mensen ga zien van oké, waar wil je naartoe? Waar zitten die hiaten? Hè, en dan ga ik ze ook effectief... daarin begeleiden van wat ze effectief willen. Maar dat zit dan ook een groot stuk, hè, mentale en emotionele tools in, van affirmatie, visualisatie, technieken en hoe dat allemaal werkt en in zijn werk gaat. En dan effectief ook gewoon 90 dagen die mensen gaan opvolgen. Hè, want je kunt zoveel meegeven, maar het is in dat opvolgen ervoor zorgen dat ze effectief continu zichzelf bekijken en blijven kijken en met vallen en opstaan, dat ze leren. Hè. Dus ik volg ze dan ook elke week op, hè, om te gaan zien van, kijk, wat dat er gepland is deze week? Hebben ze dat nu gedaan? Waar zijn ze tegenaan gelopen? En vaak is het van, ja, wat zij te beginnen denken, hè? En vaak is het eerst van, wat was de emotie? Want de emotie komt vanuit gedachten. En wat zijn de gedachten die eraan vooruit gegaan zijn? En op, op, op. En zo langzaamaan beginnen mensen inderdaad in te zien van, ah ja, daar saboteer ik mezelf. Daar leg ik mezelf lam. Daar. En dus dat is een beetje wat ik doe. Dus ik doe niet echt heel klassieke één-op-één coaching. Dat kan, hè. Ik zeg het, ik ben ook afhankelijk. Ik sta open voor wat de mensen nodig hebben. Ik heb mensen die zeggen, ja, zo'n training in groep, dus ik niet zit. Ik wil echt dat je mij heel hard begeleidt. Dan doe ik het individueel ook. Hè. Dat is flexibel, hè. Maar... ja, maar effectief wel een traject, want je verandert niet zomaar, hè. Nee, want dat was inderdaad... Een nog... periode, ja, challengen een... en... De vraag die me inderdaad, toen we over dat stuk bezig waren, die door mijn hoofd ging, was inderdaad dat van... je kunt wel een boek lezen over Eckhart Tolle, je kunt wel een training volgen, maar als je wel effectief die gedragswijziging doorvoeren, dan moet je met jezelf aan de slag gaan. En dat kan je alleen maar doen door naar jezelf te kijken en eigenlijk continu te herhalen en continu dat bewustzijn, die monitor in te stellen, want vaak, je kunt daar een keer mee bezig zijn, maar vaak zit je dan weer in die rat race van de dag, de kinderen en het werk en de winkel en het kijk veel wat, en zijn weer als een kiekjes onder kop bezig, hè? Absoluut, absoluut. En het is dat is wat ook Marissa helemaal achter staat, hè. Als je inderdaad ook gewoontes van gedrag wilt veranderen, moeten de gewoontes van denken erachter veranderen. Maar dat zijn gewoontes, dus je moet echt wel dat continu gaan herhalen en anders gaan doen om effectief een nieuwe gewoonte ook qua denken op te bouwen. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Dat is, vraagt heel wat werk. En ook, wat ik ook merk, hè, je leert iets, maar hij leert dat op een bepaald niveau. Ja. En dan een paar maanden later gaat het dat laagstje dieper en denkt, oh, verdorie, ja. Zo zag ik het zelfs nog niet. En dan ga... Want mensen zeggen, ja, ik heb het allemaal wel gehoord. Ja, je kent het, maar je doet het ook, zij het ook. Voel je hebt het ook? Je hebt zo'n ladder, hè. Je hebt kennis, wat is het? Je hebt het doen, je hebt het zijn, hè? Het echt geïntegreerd hebben. Je hebt het meesteren, maar je hebt zo niveaus, ja. Hè. Ja. Nee, maar dat is... Vandaar ook dat bijvoorbeeld Flow... Ik heb die boek zeker al 5 of 6 keer gelezen, Think and Grow Rich. Ik heb die eerst al 10 keer... gelezen en beluisterd. Hè? Ik bedoel, omdat dat laag na laag na laag... De eerste keer dat hij dat las, toen dat hij dat bezig was, Napoleon Hill van, ja, je moet dat een check schrijven, dan moet dat... En ik dacht, wat zever is dat eigenlijk voor iets? Ja. Maar, Jan en de Cartolle ook, hè? The Power of Now. Die had ik nooit kunnen lezen zonder die bewustzijnstraining. Als ik na 1 pagina zoiets gehad heb van, waar heeft die mensen het en over? En ik heb toen nog de audiobookversie beluisterd. En dat stond in Eckhart zelf, dat is zo letterlijk. We go inside
Oh, really? Ja, ja, dat is echt... Dat is slaaptherapie. Nee, maar dat is die mens. Maar die mens is op een bepaalde manier waarbij dat je voelt dat die is bewust. Ja. En je zou het al niet... bijna verlicht kunnen noemen. Zo. Ja, en je valt dan niet van in slaap. Nee, dat is echt zo... Hij gaat mee in die zijn trilling. Zo. Hij gaat er mee en dus wordt er automatisch rustig van. En dat zo. Nee, zo, ja. De alfa-breingolven, hè, de relaxatie. Waar dat het allemaal gebeurt, hè. Want opnieuw, hè, meditatie. Ja, waarom? Omdat je in de relaxatie gaat en je onderbewustzijn komt open te staan. Hè? Waar dat al het werk moet gebeuren. En dat kritisch stemmetje gaan slapen is. Het is dat. Het is, het vandaar is... ook hypnose. Eigenlijk is dat een beetje... Hetzelfde. Dat is gewoon relaxatie. Hè. Dat is gewoon een andere vorm van meditatie, zeg ik eigenlijk. Hè. Uiteindelijk is dat... Maar gemerkt, ik heb dat ook met een paar van mijn klanten gedaan, die affirmatietechnieken doen. Hè. Dus dan zeggen van, ik kan het, ik ben zelfs zeker. Maar als je dat niet in een relaxerende toestand doet, dan heb je altijd dat stemmetje dat zegt... Dat is niet waar. Je zult ontliegen, je zult ontzeveren. Ja. Maar als je heel relaxed bent, dan laat je dat binnen. Ja, die, en dan die, is dat veel effectiever. Dus dat is... Die stem, ja. Die... Ja, dat klopt. Dat is, vandaar dat het etiket om iets te bereiken niet ligt in nog veel harder werken en veel meer uit je hoofd leven. Het is soms beter om traag in de goede richting te gaan en absoluut. Een keer echt te relaxen. Mm. Ja, dan hele... Wat, je hebt al veel succesvolle CEO's en dergelijke die echt zo in het begin van hun week, een halve dag, gewoon niks plannen. Die dat heel bewust doen, hè, om gewoon hun hoofd leeg te maken, om dan... Maar er zijn er die nog verder gaan. Er zijn er die... In Nederland was er daar een die letterlijk 20 uur in de week in een bos ging gaan wandelen. En die kwam met de meest creatieve ideeën af. Ja, volgens mij. Maar hij maar één idee nodig die heel een business kan transformeren. Nee? In plaats van achter je bureau te zitten, achter je computer, ga je niet het meest creatieve zijn. En dat is met een burn-out. Een burn-out kan je produceren, maar je bent niet creatief. Ja, ik ben ervan overtuigd dat als we ons mensen op 4 dagen werken zouden zetten en 1 dag verplichte wellness-therapie, relaxatie, meditatie, dat je veel meer productiviteit zou hebben. En dat er veel meer in de essentie wordt gedaan. Ze zouden dat zelfs moeten verplichten aan 17, 18-jarige kinderen, jongeren, voor persoonlijke groei en dat soort dingen. Ik geef dat eerlijk toe, ik weet dat ik misschien niet mag zeggen, maar mijn zoon gaat verplicht leren mediteren. Je gaat dat zelfs niet moeten verplichten als jij dat gewoon continu doet. Dan gaan die daar gewoon... Die gaan ik zou niet meer zonder kunnen, Nick. Ik zou echt niet meer zonder kunnen. Nee, snap ik. Snap ik. Absoluut. En ik heb ook zoiets van... Mijn partner staat in het onderwijs. Hè. Mijn partner die is ook heel hard... die is ook zoals ik wil ook de wereld verbeteren. En die werkt nu in een school die niet meer volgens het klassieke onderwijsmodel volgt, maar die echt wel leerlingen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Niet meer ene die vooraan staat en alles ligt uit te leggen. En ze moeten zelf op zoek, zelf verantwoordelijkheid nemen, zelf kritisch nadenken, enzovoort. Meer in projecten en toepassingsgericht gaan kennis opslaan in plaats van alles klakkeloos van buiten leren en reproduceren. Maar je ziet dat ook, hè, hoeveel kinderen, ook in zijn oude school, want hij komt wel van het normaal onderwijs, hoeveel faalangst, hoeveel kinderen dat labels krijgen die... En dan denk ik, dat kan toch niet. Er loopt zoiets fout in die opvoedingstijd, alleen in die eerste jaren, dat die kinderen zo met angsten zitten. Hè? Ja, en dat wordt erger en erger. Als je die zo in hun hoofd, met hun gedachten, die daar zo in vasthangen. Ja, dat ik soms denk van, we moeten kinderen daar veel rapper in wegwijs maken. Van, hé, je hoeft niet naar alles te luisteren dat er hier in je hoofd spookt. Maar dat is ook omdat wij worden geconditioneerd met het feit dat er maar 2 dingen belangrijk zijn als taal en wiskunde. Terwijl
iemand die danst of die schildert of die, dat is dan minder waarde of dat is hobby. Moet ik als hij dat zo passioneerder is, moet ik die TED Talk en alles wat er bestaat van Sir Ken Robinson onderzoeken, The Element. Ja. Dat is, ja. Die, dat is een crusader, letterlijk. Hey, wij noemen dat al Sir. Ja. En die is geboren in Engeland en is dan naar Amerika verhuisd. En die mens heeft maar één missie, is letterlijk de wereld gaan transformeren wat onderwijs betreft. Is dat, ja. Dat is echt, en de manier waarop hij dat vertelt, dat is zo hilarisch, maar zo to the point. En Ken Robinson is echt heel, mijn partner ook zo gedaan. Heel goed. Dat is die dat is, is daarmee bezig in de US, in Engeland. En zijn TED-talk is een van de TED-talks die er bestaan. Ja. Nee, en ons onderwijs moet veel meer evolueren naar mensen alleen met jongeren af te leveren die levensskills hebben, die uitdagingen aankunnen, die niet klakkeloos kennis kunnen reproduceren. Hè. Maar, kennis, dat is ook gelijk aan Napoleon Hill zegt, kennis is op zich niks. Hè. Het is in de toepassing en het kunnen spelen en verbinden. Dat de macht ligt en de schoonheid ligt. Hè. Maar zei het in het begin heel mooi. Hè? Ik heb echt heel lange tijd gedacht dat de hard skills, dat het ticket was, hè, en de manier was. Terwijl ik eigenlijk al lang geleerd heb, intussen tijd, dat soft skills, hè, het emotionele intelligentie, kunnen omgaan met mensen, etcetera, het verbindende, compassie, awareness, dat is een spier, dat je kan trainen, ook, hè, bewustzijn. Daar ligt het echt. De rest, hè, kun je, alleen met alle respect, ik heb Excel, hè, of Google Sheets, of we noemen het allemaal, voor mijn berekeningen, maar waarom moet ik in godsnaam nog, waarom zou ik moeten leren? Natuurlijk. Ja. Toen mijn partner uiteindelijk ook eigen wiskunde zei, van mij krijgen ze de formule. Als het, de toepassing is het absoluut belangrijkste, maar allee, zo'n mega ingewikkelde formule. Iedereen heeft internet, iedereen heeft. Waarom moeten we weten hoe we al de aardlagen noemen? Ja, als je misschien ooit iets ermee gaat doen, ja, kunnen ze van buiten leren. Maar weet gewoon dat er zoveel aardlagen zijn. Maar soms moeten kinderen zodanig veel specialistische kennis opnemen al, die er eigenlijk op dat moment nog niet. Ja, en dan krijg je van die toestanden waarbij dus dat de medici voor honderden miljoenen een middel zit te ontwikkelen om pancreaskanker op te sporen, die dan niet eens 100% doeltreffend is. En er is dan zo'n 15-jarige die met behulp van Google en Wikipedia een middel ontwikkelt voor nog geen dollar, die pancreaskanker op zijn hart. Dan denk je van ja. Dat is het, hè. Ik bedoel, weten hoe dat je iets ziet, hoe die dingen met elkaar verbindt en daar iets mee realiseert. Ja. Maar goed. Ja, en het ding is ook, en je ziet dat nu ook met die, is dat niet middelbaar, als je die kinderen bevordert en die creativiteit en die laat doen, dan komen die met zo'n dingen naar boven dat je dat houdt niet voor mogelijk, omdat die zitten nog inderdaad heel hard met dat creatieve. Met nog niet te veel van, en het moet zo, en zo, en in die, hè, want dat is nog heel vaak zo, en nee, het is zo, en niet zo, en je moet in dat padje lopen, en nee, laat ze juist een keer nog een ander padje ontdekken, en zoeken, en ja, maar zoveel uit. Het gaat ook nog verder, is dan ooit een studie gedaan, waarbij dat ze twee groepen kinderen, dus de ene groep kinderen, die was een mengeling van verschillende soorten intelligentie, en die andere groep ook. Maar ze hadden tegen de leraars gezegd dat die tweede groep dat hoogbegaven waren, met een hoger intelligentieniveau. Ja. Terwijl dat niet zo was. Ja. Die leraar ging zich gedragen dat hij zei dat dat superkinderen waren, etcetera. En ze hebben letterlijk gemeten dat die IQ zelfs gestegen is bij die tweede testgroep. Gewoon omdat die leraar geloofde dat die kinderen een hoger IQ hadden. En zich daar ook naartoe ging gedragen. Zo'n impact heeft dat. Dat is weer datzelfde. Placebo-effect van Joe Dispenza, dat is altijd datzelfde. Ja, absoluut. En dus de impact dat de leraar heeft op iemand, dat is... Ja, dat is... Gigantisch, ja. Ja, het is daarmee ook met mijn partner ook in die school. Hè. Dat zijn geen leerkrachten meer, hè. Dat zijn coaches. Hè. Die geven ook geen rechtstreeks lessen meer, want uiteindelijk, hè, zij hebben ook zoiets, wij nemen een filmpje op waarin dat we een theorie uitleggen. En ze kunnen dat filmpje bekijken. Wat moet ik dat elk jaar opnieuw voor die klas dan uitleggen?
En degene dat niet goed begrepen heeft, kan dat filmpje nog eens 10 keer herbekijken. En heeft hem het nog niet begrepen, komt hem met vragen. Maar ze worden verantwoordelijk gemaakt ook om te zeggen, hey, ik snap het niet. En ja, ik ga van mijn bank in recht staan en ik durf toegeven dat ik het niet weet en kom mij nu helpen. En voilà, en nu ga ik vooruit. Hè, want dat is ook belangrijk. Hè. Veel leerlingen worden niet meer uitgedaagd om toe te geven van, ja, ik snap dit niet of help mij eens. En dan coachen ze, maar ze gaan ook dieper. Hè, als ze merken van een leerling loopt vast, van wat scheelt er? Hè? Want vaak zijn er situaties thuis en inderdaad, een gebrek aan geloof in zichzelf. En ja, hij geeft wiskunde, dus dat is continu. Ja, maar ik kan dat niet, wiskunde. Wie zegt dat jij dat niet kan? Je hebt het misschien nooit, misschien hè, het niet goed uitgelegd gekregen vroeger, maar kom, we proberen opnieuw. En dat doet heel veel. Hè? Zoals dat gezegd, dat geloof daar terug in herstellen. En Nou. Dan krijg je weer ongelooflijke dingen, maar... Het is vandaar dat eigenlijk heel gepassioneerde coaches, leerkrachten, whatever de term, dan die wel best wat meer aanzien mogen verdienen in de wereld. En er zit dan een hele hoop die de profiteurs, zeg maar, zijn die een boel kapot maken, maar... Het is jammer, inderdaad. Al ik zie hem nu ook. Die zijn ook van 9 tot 5 elke dag op school. Hè. Dat is geen 22 uur werkweek meer. Hè. Die zijn echt... Maar die zijn... Het noemt gedreven, labonderwijs en Sint-Amans. Maar die zijn ook gedreven. Hè. Dat is die passiespot erop. Die staan echt in het onderwijs om die leerlingen echt gewoon... Ja, klaar te stomen, maar op een goede manier. Hè. Mijn oog voor hun talent. Zij willen leerlingen afleveren die in het zesde middelbaar weten waar dat hun hart ligt. Ja. En zij gaan er ook voor zorgen dat ze in een richting zitten die echt bij hun past. En niet van, oh, ik kan dat goed of nee, maar wilt je dat ook echt? Hè? Dat is dat, hè. En wat wil je ermee gaan doen? En om die visie en die passie te gaan aanwakkeren. Dat gebeurt gewoon veel te weinig. Hè. Maar ja, als je inderdaad in dat systeem blijft zitten van 22 uurtjes, en moet daar terug wat meer passie komen, denk ik, bij velen. Hè. Pas op, terrestre, hè, want ik heb binnenkort met iemand, ook in het onderwijs, een gesprek ook gepland, die dat komt over babbelen. Dat is dezelfde passie dat ik hoor. Net hetzelfde. Dat is die talenten gaan ontwikkelen. Het gaat over 13, 14 jaar. En het is ergens in augustus dat ik het gepland heb. Dus dat... Super. Ja. Dat beweegt wel veel. Allee, er is echt... Ja. Maar het jammer is dat, en dat is met deze school ook, dat initiatieven van onderuit moeten komen. Het moet echt van onderuit naar boven gepusht worden, eigenlijk. Hè? Want... Het gaat anders niet gebeuren, vrees ik. Dus, maar bon, ze worden toch wel gesubsidieerd, dus dat is al goed. Het is wel struggelen om zo'n nieuwe vorm van onderwijs. Maar het heeft heel veel aanzien. Er komt heel veel aandacht naar, dus stilletjes aan. Ja. Bewustzijn, hè? Een eerste stap. En, Yep. Ellen, ik wil je heel hard bedanken. Want ik heb heel hard bedankt. We zullen eigenlijk nog een paar uur kunnen doordoen. Ja, waarschijnlijk. Nog zoveel topics dat je over kunt doorgaan. Hè. Maar je hebt altijd stuff nodig voor de sequel, hè? Ja, het is goed. Ja. Perfect. Dus dit is de teaser. Je moet stoppen zo met een bang, zodat er altijd... Hè. Dus heel erg bedankt. Sowieso tot binnenkort. Sowieso. Ik wens je ongelooflijk veel succes en geluk. Dank en alles wat je onderneemt. Dank je wel. Ik vind je een heel mooi mens. Ik vind echt met een heel mooie dank missie. Dank je wel. Oh, insgelijks, Peter. Ik ben blij dat we onze wegen elkaar gekruist hebben. Dus, toeval bestaat niet, hè? Nee, voilà. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Allee. Ja, het komt goed. Het allerbeste. Sowieso. Goed. Bye-bye. Ja, merci, Peter. Bye-bye.